Dit is Sona Barghi. Zij is een GoFundMe begonnen voor een behandeling tegen MS. Multiple sclerose is een chronische ziekte die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem het centrale zenuwstelsel aantast. Sona kreeg in mei 2013 de diagnose MS en kreeg in 2018 te horen dat de klachten progressief zijn en er geen herstel optreedt. Er is geen verdere behandeling mogelijk in Nederland. Maar in verschillende landen is er een stamcelbehandeling mogelijk die het afweersysteem herstelt. Deze behandeling wordt niet vergoed in Nederland en daarom moet Sona 60.000 euro sparen. MS, ja, dat is wel iets heel onvoorstelbaars. Het is elke dag een beetje anders. De ene dag word ik wakker, heb ik concentratieproblemen. De andere keer heb ik extreme spasmen, kan ik moeilijk lopen. Dat wordt dan, dan raak je ook een beetje in paniek als je heel snel naar de wc moet. Het beïnvloedt wel je, wel alles eigenlijk in je dagelijks leven. Uit bed komen, naar bed gaan, dat is allemaal, dat was niet makkelijk. Dat is nog steeds niet makkelijk eigenlijk. Moet ik wel, als ik een dag dan zeg maar extreme spasmen heb, dan wordt het wel heel moeilijk. Bij een stamcelbehandeling worden er stamcellen uit je lichaam gehaald. Vervolgens wordt je immuunsysteem afgebroken door een chemokuur en daarna worden er stamcellen zonder MS weer teruggeplaatst. Het is een zware ingreep, maar deze is voor Sona de allerlaatste optie. Ik heb heel veel mensen gezien die deze behandeling hebben gedaan en die ik voor me zag lopen, rennen. De trap op rennen, dat vond ik heel bijzonder toen ik dat voor het eerst zag. En het is wel zo dat je hebt een bepaalde getalcijfer die je krijgt als je MS hebt. Als het boven een bepaald getal is, dan kan je deze behandeling niet meer krijgen. Dus je moet wel haast maken. Wil je nog een beetje iets beter worden. Dus ik heb er heel veel goede verhalen over gehoord. En ik dacht, ja, het gaat steeds meer achteruit. Dus ik zou wel heel graag zo'n behandeling willen krijgen. Met de GoFundMe hoopt Sona de behandeling te kunnen betalen. De behandeling is namelijk erg hard nodig. Het gaat ook wel steeds slechter en ik val ook heel vaak. Dus ik vind het ook gevaarlijk, tenzij ik nu al in een rolstoel ga zitten. Maar ik wil die kleine bewegingen die ik nog kan maken, wil ik nog wel heel graag maken. Ja. Dus anders voelt het alsof ik al heb opgegeven. En dat wil ik nog niet. Doneren kan via GoFundMe. Help Sona aan een MS-behandeling.